Geluks HD. Wow! Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Nutteloze Websites, deel 4. Mijn naam is Milan Knol en vandaag gaan wij dus weer een nieuwe aflevering doen met allemaal random websites waar je geen fuck aan hebt. De volgorde van de website staat in de beschrijving, dus check het daar als je denkt, what the fuck, waar ben je op? En nu gaan we beginnen. De vorige keer had ik jullie gevraagd om een reactie achter te laten met een website die jij raar en nutteloos vond. Tussen alle reacties en de websites die ik heb bezocht vond ik eigenlijk wel eentje best grappig. En deze was van Christian de Jong en die zegt nude.space. Dus daar gaan we even heen. En dan komen we bij de pinguïn. Pengu of Pingu heet die geloof ik. En als je dan klikt op het scherm. Nude. Zegt die nude. Nog een keer nude. En eigenlijk dat de hele tijd. En je ziet ook het timertje van de Twitter. Steeds bij elke noot omhoog gaan. Dus als je het dan heel vaak doet. En dan kun je uiteindelijk tweeten. Ik heb 112 noots gehad. En joepie de poepie, dat was het. Komen we aan bij de volgende website, trumpdonald.org. En natuurlijk is dit Donald Trump van Amerika. Die wil graag president worden. En die kijkt nu naar een trompet die om zijn kop heen gaat. En dan ineens kun je klikken met je muis. En dan... Wow! Er kwam wat uit! Wow! Nou, ik vind het fantastisch. Lekker nutteloos, lekker leuk. Lekker hem belachelijk maken. Ik hou ervan. Laten we doorgaan naar de volgende. De volgende is een of ander zwart raar dingetje die dan zo beweegt over het scherm. Dat je denkt van, dit lijkt wel heel erg op iets wat ik ken. Maar ik moet even de waarschuwing geven, als je epilepsie hebt of andere dingen, dan moet je nu wegklikken. Want we gaan nu, als een mogol, gaan we heen en weer shaken. Steeds harder en harder. Oké. Komen we aan op een website die heet randomcolor.com. En zoals je ziet om mij heen is het helemaal groen. En dan denk je, is dit al de website nou gewoon? Ja, het is gewoon random een color. Oftewel random een kleur. Als ik elke keer vernieuw, zoals ik net deed, dan wordt hij nu roze. Nu wordt hij juist roze. Net was het een beetje paarsachtig. En dan vernieuw ik weer en dan is het, what the fuck, cyaan of zo. En dan vernieuw je weer en dan is het dit en dan weer en dan dit. En dan, nou, zo kun je blijven vernieuwen. Het is elke keer gewoon een andere kleur. Zo, daar heb je echt wat aan als website. Komen we aan bij de volgende website. En dit is emojiparty.club. Dit is fucking wazig, want dit zijn allemaal emoticons. En je hoort ook een muziekje hoor je gaan. Yeah. Kunnen we op de muziek kunnen we gaan bewegen met onze muis over die emoticons heen. Dit ziet er best wel tof uit. Een soort golfeffect krijg je dan. En je kan ook andere emoticons neerzetten die je wil. En dan gaat die erbij zetten. En dan kun je dus allemaal verschillende plaatjes. Wacht, anders doen we allemaal deze. Allemaal z. Kan dat? Dat kan denk ik wel. Oh. Als ik mijn muis ingedrukt hou, hoor je een beter muziekje. Woe! Yeah. Nou, dat was de website. Dus, lekker nutteloos. Komen we bij de volgende. En dit is Grandpa No Clothes. Oftewel, opa heeft geen kleren. Je ziet inderdaad een zwart balkje. Hij is klikbaar, zoals je ziet. Echter, durf ik te klikken ja of nee? Is er nog meer klikbaar? Nee, dat was het. Durf ik te klikken ja of nee? Ik durf te klikken. Ja. Komen we aan bij de volgende website en je ziet nu een hoofd die gebouwd wordt. Fucking cool. Dit is vectorpark.com/head. En dit is een hoofd waar je allemaal verschillende dingetjes mee kan doen. Kijk, ik ga nu op schedel en dan groeit er iets. Daar kan ik volgens mij ook op drukken of op slepen. Oh ja, hier, ik kan erop slepen. En dan gaat zijn hoofd gaat open. Like, what the fuck? Gaat hij weer dicht? Hier is dat iets? What the fuck? Oh, er wordt een film afgespeeld in zijn hoofd. Oh, en ook dit kan dus weer open. Oh, een bal. Hey, eet op. Ik wou zeggen eet op. En hij eet er nog op ook. Hey, waar is mijn bal?
Hey! Wat? Oorlel? Oh! Oh my god! Het was een vuurbal die ik hem at. Die ik hem gaf. Die hij at. Oh! Are you kidding me? Ik heb zijn neus! Ik heb zijn neus! Wee! Oh! Hé, hey, ik krijg weer een nieuwe erbij. Hoe kan dit nou weer? Hier, doe maar die neus op je hoofd. Maar dat kan niet. What the hell? En dan krijgt hij elke keer een nieuw... Oh, waar is zijn oog? What the fuck? Hier, je oog. Moet je hem terug? Moet je hem terug? Anders doen we zijn oog, proberen we in dat hoofd te doen. Hier zo in. Kan die erin? Huh? Erin? Ah, oh, shit, dat kan niet. Nou, eet dan je oog maar op. Alsjeblieft. Eet smakelijk. En daar is hij weer terug. Hij krijgt trouwens wel steeds een andere neus, zie ik. Dit is een hele andere neus dan die net had. What the hell? Alsjeblieft. Oh, weer een andere. En... Oh, daar zie je een pijpje gaan, hoor. Ja hoor, lekker hoor. Hier, alsjeblieft. Like, what the fuck? Hij blijft maar gaan ook. Hallo? Zit daar die filmding nog in? What the hell? What the hell? Oh, allemaal ballen. Hier, eet ze. Oh, hij heeft een slurf en die wil die ballen. What the hell? Oh. Wat? Hier. Heb je hem? Heb je hem? Hij heeft hem. Er gebeurde daar iets. Er gebeurde daar iets. Eet ze op. Wat de hel? Ik snap hier helemaal niks van. En ineens hoor je een olifant. Nou, hier heb je je neus. Doe maar wat anders. Ik doe ze zelf wel voeren. Alsjeblieft. Oh, een paard. Oh, oh, een hand. Wat de hel? Oh, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Ik snap het niet meer. Dit was genoeg. Tot zover. Komen we aan met de volgende website en dit is I love you like a fat lady loves apples. Oftewel, ik hou van je, zoals een dikke vrouw van haar appels houdt. Hier kun je een vrouw, volgens mij, ja, oh ja, dit was een hand. Rare muziek trouwens, moet ik wel even zeggen. Die kan haar appel oppakken en dan eet ze die op zo. Goh, lekker. En dan kan ze een nieuwe appel vragen. Oh, what the fuck? En kan hem ook wegtieven. Was dat het? Ik weet niet wat ik er nog meer mee kan, eigenlijk. Gam, nom, nom, nom. Dat was het. Nou, leuk, man. Ontzettend leuk. Komen we aan bij de volgende website. En dit is papertoilet.com. Oftewel, toiletpapier. Gewoon, that's it. En dan kun je rollen. Kun je rollen wat je wil. En dan gebruik je toiletpapier. En dat wordt steeds minder, natuurlijk. Je kan het niet afscheuren, volgens mij. Nee, je kan het alleen gewoon draaien. Met je muis. Nou, en zoals je ook elke keer naar de wc gaat en gaat poepen en blassen... Dan wordt het er steeds minder en minder en minder. Tot op een gegeven moment de rol op is, dacht ik. Er gaat niets raars gebeuren, hoop ik. Nee, hij is op. Nou, dat was het. Well done. Yeah. Ik weet niet wat dit is. Dit is een salmon of capistrano. Of tenminste, een zalm is dit dan. En dit is zo space. Maar het muziekje is wel dope. Ik ga met mijn muis bewegen en... Ze bewegen op een fucking wazige manier mee. Hey. Hey, how you doing? Hey. And that's it gewoon. Komen we aan bij een nieuwe website en die heet Into Time. Into Time is elke keer als je klikt, komt er een nieuw vierkantje bij. En kun je alle vierkantjes kun je zeg maar opvullen of alle rechthoeken kun je opvullen. Alle vakjes kun je opvullen. Net zolang totdat ze echt super klein worden. Zoals ik hier kan demonstreren. Tik, 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 tik. Daar is je nu heel erg klein. En dat kun je dan bij alles kun je dat doen. En that's basically gewoon de hele website. Je kan dus allemaal gewoon kleine vakjes maken. In elk vakje komt weer een nieuw vakje en daar wordt weer een vakje van gemaakt. En dat is het basically gewoon. That's fucking it. What the fuck? Komen we aan bij de volgende website. En deze heet White Trash. Oké. Oké. Oké.
Oké, Elvis motherfucking Presley. Oké. Je kan hem gewoon verschillende snorren geven, verschillende haren geven en that's fucking it. Dat is gewoon alles. Hopeloos. Komen we aan bij de nieuwe website en deze website is een pagina die aan het laden is. En die is zo lang aan het laden dat jij gewoon van je geboorte tot aan dat je doodgaat kan wachten totdat het laden is voltooid. Want deze website gaat nooit voltooien met het laden. That's it, man. That's it. Je hebt gewoon een website die alleen maar aan het laden is. Ja, ontzettend. Ja, het is het wachten waard, hoor. Vertrouw me maar. Ja. Kom aan bij de volgende website en dit is echt super leuk, want hij gaat nu beginnen met de muziek en de Dit was vroeger echt een hit. Dit was echt een hit vroeger. Dit had ik op de mobiele telefoon, op de Nokia 3310 had ik dit nummer. Woe! En dat gaat gewoon de hele tijd zo door. Ja, laten we doorgaan naar de volgende website. Oeh, een deurbel. Aangekomen bij de nieuwe website en de deurbel gaat meteen. Big Long Now heet dit. Big Long Now. We doen de deur even open. We doen de volgende deur open. Huh? Het blijft maar doorgaan met deuren. Oh, what the fuck? Ah! Lawaai, jongen. Maar je kan dus met deuren smijten hier. Stel je hebt ooit ruzie, je bent fucking boos en je smijt met de deur. Smijt gewoon met deze deur. Hier, gek. Of ze allemaal tegelijk. Hoppakee, gek. Woe. Laten we ze allemaal naast elkaar zetten. Zo, klein beetje doorduwen. Zo. Ja. Oké, we gaan ze nu allemaal tegelijk dicht doen. Dan komen ze. 1, 2. En voordat ik naar de volgende website ga, wil ik jullie eerst even waarschuwen. Kan jij niet tegen honden of heb jij een hekel aan honden? Kijk dan niet, want dit zijn websites die alleen maar honden bevatten. Genoeg honden, laten we doorgaan naar de volgende website. En deze website is eigenlijk iets waar je wel wat aan hebt. Maar ik wil toch afsluiten met iets waar jij zelf ook naartoe kan surfen. En dat je kan denken van, hey, dit vind ik wel interessant om te weten. Dus het is niet heel erg nutteloos, maar toch wel een beetje nutteloos. Want ja, wat heb je aan deze informatie? Niks. Je kan er geen boekprijs, Nobelprijs mee winnen. Maar what the fuck dan ook. You're getting old, oftewel je wordt oud. Je wordt fucking oud. Wat moet je doen? Je moet je geboorte maand, dat is 09. Het is Amerikaans, dus dan moet je altijd beginnen met de maand, dan de dag en dan het jaar. En hier in Nederland doen wij eerst de dag dan, en dan de maand en dan het jaar. Dus hier moet ik dan 13 inzetten, want ik ben op 13 september ben ik geboren, 1991. En dan kun je nu kijken van go. En dan kun je kijken wat er allemaal is gebeurd op mijn geboortedag. Wat is er gebeurd op 13 september 1991? Ik ben nu 24 jaar, 8 maanden en 1 dag oud. Oftewel, ik ben over 4 maanden jarig. Oh my god, ik ben 9010 dagen oud. Of ik ben net zo oud als een of andere actrice en de zoon van een of andere dude. Net zo oud als hun, whatever. Dit begrijp ik toch niet, want het zijn Amerikaanse mensen. Mijn sterrenbeeld is Virgo, oftewel maagd. Dat klopt. Het totale nummer van kaarsen die ik heb uitgeblazen op mijn verjaardagstaat is 300. Oké, cool. Ik heb 216 miljoen, 2 keer mijn adem genomen. Dus een... nou ja, ik denk misschien wel wat meer. Nee, dat klinkt wel realistisch. Ja, ik heb het een beetje bijgehouden vanaf de geboorte en dat klopt wel inderdaad. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. De maan heeft 330 keer om de aarde heen gedraaid sinds ik ben geboren. Vanaf de dag dat ik ben geboren, ongeveer 5,4 miljard andere mensen zijn op de aarde. Waren er op de aarde. En nu zijn er ongeveer 7,3
miljard, bijna 7,4 miljard mensen levend. En dit is zeg maar de timer van dat er mensen worden geboren. Of eigenlijk, ja, baby's worden geboren. Holy shit. Dat is gewoon van die nutteloze informatie. Daarom zeg ik, het is een beetje nutteloos en toch ook weer niet nutteloos. Toen ik geboren was, in hetzelfde jaar is Freddie Mercury doodgegaan. Ik was 2 maanden oud en toen ging Freddie Mercury, dat is van Queen, die ging toen dood. Wauw. Dus als jij dit interessant vindt, om te weten zeg maar, wat er is gebeurd in jouw geboortejaar of misschien zelfs op je geboortedag, dan is dit best wel een interessante site. Je hebt er niet heel veel aan. Van de 100.000 mensen die geboren zijn op dezelfde dag als jou, leven er ongeveer nog 98.000. Wow. Holy shit, er zijn al sowieso dus 2000 mensen die voor hun 24ste dood zijn. Wow, oké, daar schrik ik wel een beetje van. Damn, man. Dan heb ik dus eigenlijk best wel geluk. Dan ben ik dus eigenlijk best wel blij met mijn leven. Holy shit. Wow, eye-opener. Oké, wat de hel. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Stuur het door naar je vrienden als je denkt van, ha, ik heb echt gelachen, ik vond het echt leuk. En abonneer op Dagelijks HD, als je dat nog niet hebt gedaan. En als je dat wel hebt gedaan, dan ben je een motherfucking baas. Ik zie je graag de volgende keer. Later. Hi, hallo, hi. I love you. Ah, wat lief. Ik ook van jou.